Alsof je... Bessen zijn giftig, hè? Nou. Hey, ik ben net even op de markt geweest. Sowieso, kijk, een hele goede tip. Trouwens ook voor mijn buf. Mijn buf zit vol goede tips. Kun je bij die Groenteboer Mario, heet die, kun je superlekkere verse rottiplaten halen. En dan moet je een beetje vroeg gaan, want anders zijn ze uitverkocht. Dus het zijn geen voorverpakte, maar dit zijn, moet je op vragen. En dat zit dan in een grote piepschuimdoos en dan heeft die verse rottiplaat. Niet verder vertellen, want dan zijn ze straks allemaal op als iedereen ze gaat eten. Dinsdag is vaak rottidag, want dan heb je lekkere rottiplaten. Dus ik ging net naar de markt en ik had beloofd aan Robin dat ik rottiplaten zou gaan kopen. En toen kwam ik langs een kraam, ik denk dat het de Ghanese mensen zijn. Er lag in ieder geval allemaal producten die ik niet kende. Er was één groente die heel erg mijn aandacht trok. En dat, die ga ik even laten zien. Dat zijn deze besjes. Er lag echt een hele baal van deze besjes daar. Het lijken een soort van onrijpe druifjes die je in Frankrijk ziet hangen als je op vakantie gaat. Maar dat zijn het niet. Volgens die vrouw is het hele jonge antrouille. Wat een soort van, ik geloof dat het een beetje te vergelijken is met aubergine-achtig. En deze vrouw zei, als je dit kookt, smaakt het een tomaat. Je kunt er soep mee maken, je kunt er ook salade, je kunt er ook salade mee maken. En zei ze, je kunt ze ook gewoon in je blaaspijp stoppen en dan ermee schieten. En dus ik dacht, ik ga hiermee lekker salade maken. En toen was ik er toch en toen heb ik ook... Ram, pam, 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 pam. Deze gekocht. Het lijkt wel kippenbout. Het is een kokoyam. Dus een soort van sterke aardappel. En wat je hiermee kunt, is wat je met aardappels ook kunt doen. En dat is, je kunt het gewoon koken, je kunt het bakken, je kunt frituren. Ik dacht, nou, als ik dit nou kook en bak, dan heb ik een salade. Oh ja, en die besjes die heten isusa. En dit is kokoyam. En dan doe ik er bakkebaan erbij en dan heb ik gewoon een best wel lekker maaltijd. Dus ja... Dus het is geen rottiplaat geworden. Maar ja, weet je, in Bijlmer hoeft het ook niet altijd een lolletje te zijn. Je moet gewoon je best doen en je moet gewoon dingen uitproberen. Zo is het nou eenmaal. Ik heb dus geen rottiplaat gekocht. Dat heb ik dus niet gedaan. Dus het slechte nieuws moet je altijd meteen brengen. Ik heb isusa gekocht. Dit is kokoyam. Kokoyam. Joepie! Volgens mij is het een soort wortel. Lijkt een beetje op een soort varkenshuid. Het is ook wel een soort van hele verdorde peer. Vind jij het lekker? Isusa? Ik heb dus geprobeerd isusa te googlen. Maar ik weet dus, eigenlijk weet ik niet hoe je het schrijft. Want die vrouw die zei het en toen ging ik het opschrijven. Intypen op mijn telefoon en toen liet ik het haar zien. Zo van, schrijf je het zo, want dan kan ik het googlen. En toen glimlachte ze een beetje zo beleefd naar me. Zo van, ja, kokoyam heb ik wel kunnen vinden. Wat echt toch een geweldige naam. Het is toch beter dan aardappel. Wat eten jullie vanavond? Aardappel met spersiebonen. En jullie? Kokoyam! Weet ik al, koyam! Lekker kokken. Met bakkabana! Kijk. Ik ga er gewoon toch eentje af. Wat smaakt dit nou? Ik woonde dan bij een bos. En dan ging je in het bos ging je proberen gewoon te kijken wat je kon eten. Je at gewoon bladeren. Ja. Maar daar smaakt dit een beetje naar. Gewoon naar alsof je... Bessen? Zijn giftig, hè? Nou. Oké, ik spoel er wel uit. Die vrouw zei ook van, nee, je moet het eerst koken. In het Engels heet het turkey berry. Turkey berry. Ja, ik weet nog niet hoe het dan in het Nederlands heet. Turkenbes. Ja, turkenbes. Maar... Ze worden dus ook gedroogd, bijvoorbeeld. Leven Google, de millennials en Google... Het is ook een soort eggplant. Want ze noemen het dus ook de white eggplant. Ja, maar dat is antrouille. Oh ja, maar een eggplant is een aubergine, toch? Ja, maar antrouille is wit. Oh. Bitter. Minder bitter dan rauw.
Rotti plaat, oh rotti plaat. Waar ben jij, oh rotti plaat? Weet je waar het, de nasmaak is hetzelfde als zoethout. Probeer eens de salade. Oké, een beetje van die zoethout erbij. Ja. Mag ik ook maar zeggen dat ik dit echt gewoon... Ja, nee, ik vind het echt heel vies. Dat is kokoyam. Wat zit hier omheen? Ja, ik heb het gefrituurd, stiekem. Oh. Oh ja, ik pak druiven voor je, schat. Ik ga het maar voor je pakken. Dit is gewoon lekker. Cassave vind ik lekkerder. Ja. Robin heeft niet opgegeven. Heeft besloten van, hey, weet je, die balletjes, daar gaan we toch gewoon proberen wat van te maken. Dus dit is het geworden. Ik zal wel even wat meer balletjes zo nemen. Oké, gaat ie. Oh, is heel heet. Ja. Het is niet heel lekker. Nou, ik vind het best lekker. Ja, nou, het is ook best lekker, maar ik bedoel, het is zo, zeg maar, wat het is deze soep heb je gewoon heel lekker gemaakt, waardoor je die groene balletjes op de koop neemt, waardoor je ze accepteert. Want ik volgende week dinsdag zeg van, nou, ik ga rot die plaat halen, dat je zegt, nou, weet je, oh, we kunnen ook nog een keer die balletjes halen. Die plaat, halen lekker. Gaan die balletjes maar lekker. Maar we geven niet op. Nou, nee, eigenlijk op de besjes wel. De besjes gaan we voorlopig gewoon niks meer doen. Die kokoyam zou ik nog wel een kans willen geven. Heb ik dus even zitten googelen naar kokoyam. Kom ik op een pagina over taro. Wikipedia. Taro, onthoud die naam, mensen. Iedereen in de wereld ongeveer weet wat het is, behalve wij hier in Nederland. Althans, ik. Taro blijkt ook een van de oudste gecultiveerde gewassen ter wereld te zijn. Met andere woorden, we verbouwen en eten het al duizenden jaren. Schijnbaar in India als eerste, is daarna over de hele wereld terechtgekomen. Iedereen eet het, van Hawaii tot China. En alles ertussen. Je ziet het in Europa dan wat minder, want wat blijkt, de Romeinen aten het wel. Want het is via Azië in Egypte terechtgekomen. Egyptenaren die gebruikten het dus. Toen het Romeinse Rijk viel, ja, toen is het uit de mode geraakt hier in Europa. Er wordt friet van gemaakt, chips van gemaakt, er wordt zelfs ijs van gemaakt, er worden taarten van gemaakt. En bij de McDonald's in China kun je dus sweet taro pie kopen. Het is echt, iedereen eet het. Weet je, het is alsof er in Ghana iemand naar een aardappel zit te kijken en zegt, hey, dit lijkt wel een beetje op een soort kluitje. You get to live and learn, zoals, hoe heet die gast, Joe Public, was dat? Ik weet het niet meer. Het wordt ook veel gebruikt voor baby's. Schijnbaar zijn echt miljoenen mensen zijn er gewoon op groot geworden. Heel licht verteerbaar, dus het is schijnbaar ook gewoon goed voor kinderen. Iedereen eet het behalve wij. Duizenden jaren al. En die Romeinen aten het al. En ik nu ook. Ja, duizenden jaren later, gevonden in de Bijlmer. Zo zie je maar, jongen. Kokoyam. Die bladeren worden ook gegeten. Die kun je ook eten. Ik vind het zo wonderlijk, dat soort dingen. Alsof je een stad ontdekt waar 10 miljoen mensen wonen. Maar die kende je gewoon niet. Je denkt, ja, die bestaat gewoon, een stad. Ja, Rio. Die heet Rio de Janeiro, die stad. Ja, die bestaat. Dat gevoel. Ja, maar als je het niet kent, als je het niet weet, ja, dan weet je het niet. Dan loop je op de markt en denk je, wat is dit nou voor raars? En dan voedsel dat miljarden mensen eten. Dat is het. Dus, weer wat geleerd. Oh, en dat is trouwens ook wel interessant. Over de kokoyam is ook in de jaren 90 al een schitterende Eurohouse classic door Mr. President gemaakt, waarin de kokoyam liefdevol bezongen wordt. Ja, 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 kokoyambo, ja, ja, hey. Kokoyam was er al ver voordat wij er waren en zal er altijd blijven. Legendarisch voedsel. Zonder kokoyam hadden wij hier misschien wel met z'n allen niet gezeten. Taro.